Hallo, hallo, welkom in dit filmpje. Vandaag heb ik als attribuut M&M's bij. En waarom heb ik die M&M's bij? Omdat ik eigenlijk iets ga uitleggen. Iets dat te maken heeft met nuchter door het leven gaan, met een nieuw pad volgen, een nieuwe weg inslaan. En wat gaan we doen? We gaan eigenlijk die M&M's hier leggen. En je ziet dat, die M&M's, laten we zeggen, dat dat eigenlijk uw huidige vrienden en omgeving zijn. En dat zijn uw vrienden, de mensen die misschien wat drinken, uw job dat doet, uw familie. En dat zijn eigenlijk, dat is uw leven dat je momenteel leidt. Maar op een bepaald moment heb je zoiets van, ik voel dat ik gelijk ander ding wil doen in mijn leven. En wat voel je eigenlijk? Stel dat jij dien. Stel dat jij zoiets hebt van, ik begin mij meer en meer zo gelijk wat anders te voelen. En wat gebeurt er dan? Ga je als het ware hier komen. Maar wat zie je hier duidelijk? Is dat je een beetje alleen begint te worden. En dat is eigenlijk het moment dat heel veel mensen eigenlijk dan toch weer dingen gaan doen om toch bij die groep te horen. Of ze gaan toch weer een job doen dat ze eigenlijk niet graag doen. Of ze gaan zaken gaan doen ergens tegen hun eigen willen om erbij te horen. Wat ik probeer aan mensen mee te geven is het volgende. Is van kijk, dat je even alleen gaat zijn, dat is een feit. Dat is een feit. Maar wat ik probeer te zeggen aan mensen is van kijk, omring nu met mensen die like u zijn. En wat gaat er gebeuren? Stel dat je bijvoorbeeld wat anders nadenkt over het leven en dan zeg je van ik ga een keer wat yoga proberen. En wat gaat zien? Je gaat opeens je minder alleen voelen. Bijvoorbeeld, ik ben ooit naar de AA geweest om te stoppen met drinken. En ik omring me met mensen die mij opeens begrepen. En wat zie je? Het is even een beetje van. En wat zie je? Eigenlijk dat er meer en meer mensen op je pad gaan komen. En weet wel, en ik ga naar die lezing gaan over het boeddhisme. Zondag is er een pianoconcert van Michael en Steven Frank. Ik ga daar ook naartoe gaan om mij te omringen met gelijkstemden. En heel langzaamaan, we gaan zien, gaat eigenlijk u aan omringen met mensen die meer bij u passen. En dat zijn ergens wet van het universum, maar als jij je eigen pad volgt, dan ga je sowieso ook ergens een energie uitstralen. Dan gaat de mensen aantrekken die op diezelfde energie zitten. En wat gaat er eigenlijk gebeuren? En dat is iets dat ik heel vaak ook aan jongeren probeer mee te geven. Is van kijk, als je durft trouw te zijn aan jezelf diep van binnen. Wat gaat er gebeuren? Mensen gaan je proberen helpen. Mensen gaan er voor u zijn. En je gaat allemaal leukere en andere dingen tegenkomen. En je ziet dat. Je gaat nog leukere dingen tegenkomen. Nog leukere zaken. Je gaat nog gelukkiger worden. En wat gaat er zien? Dat er meer en meer mensen op je pad gaan gaan. En in binnen dat een beetje zoeken. En dan na een tijdje bijvoorbeeld, dan merkte van kijk, ik ben echt mijn eigen pad aan het volgen. En wat gaat er eigenlijk gebeuren? En dat is iets heel interessants. Sommige mensen dat de x aantal jaar soms het wat moeten loslaten, uit liefde voor jezelf om je eigen pad te gaan, die beginnen zo wat kijken naar je en die hebben zoiets van, hé, maar wat is dat daar allemaal? En die mensen die vroeger zo dat het ergens moet los en die zijn eigenlijk geen zin en die komen zichzelf ook aansluiten bij je. En wat zie je eigenlijk? Dat je vroeger je leven had, je bent trouw geweest aan jezelf om je eigen pad te volgen en nu heb je eigenlijk een nieuw leven. Een nieuw leven met allemaal nieuwe, misschien hobby's, nieuwe vrienden, een nieuwe job. En waarom maak ik dat hier zo met die M&M's? Om eigenlijk aan te tonen dat we ons eigen pad moeten volgen, het leven, dat ons eigen hart moeten volgen. En voilà, als je iets loslaat, komt er altijd iets nieuws in de plaats. En in mijn leven kan ik enkel maar beamen dat er superveel nieuwe zaken op mijn pad zijn gekomen. En ik vind dat gewoon de max. En durf jij echt je eigen pad gaan? Durf jij echt je hart te volgen? Ik hoop van wel.